Speciaal voor de sportieve rijder die het comfort en het gemak van een textiele jas wilt, is hier de Arc Air. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Arc Air beschikbaar bij Motor Kleding Center. Revit Arc Air is speciaal geschikt voor in de zomer en dat kunnen we ook al zien aan de buitenkant. De jas is volledig geventileerd, dus ja, eigenlijk warmte van buitenaf wordt makkelijk door de jas heen gevoerd. Dus het zorgt ervoor dat het in de zomer echt de ideale jas is. Hij is niet waterdicht, dus hou er rekening mee dat als jij bijvoorbeeld gaat rijden in de zomer en het mocht gaan regenen, dat je dan een losse regenjas meeneemt. Verder is buiten het comfort ook de jas heel veilig en dat is mede door het textiele materiaal aan de buitenkant. Het textiel is heel slijtvast, dus mocht je komen te vallen, dan ben je er zeker van dat de jas niet door kan slijten. Buiten textiel zien we ook nog op de schouders en op de ellebogen een protectie aan de binnenkant zitten. Deze zitten op de kritische delen en zorgen dus ook voor dat je, mocht je komen te vallen, niet je ellebogen of je schouders kan beschadigen. Nou, als we dan verder kijken naar de achterkant van de jas, dan is die aan de binnenkant ook nog uitgevoerd met een pocket. Kun je dus de jas eventueel ook nog uitbreiden met een CE2 gekeurde rugprotectie. Dus ben je er zeker van dat om aan alle delen van veiligheid gedacht is. Als we verder gaan kijken naar comfort bij deze jas, dan zien we hier aan de bovenkant een reflectielogo zitten. Mocht het dus wat donkerder worden en je wilt toch zichtbaar blijven, dan kan dat zeker met de reflectiedelen op deze jas. En ook hier aan de achterkant zien we een groot ventilatievlak zitten. Nou ja, omdat het dus aan de voor- en aan de achterkant zit, ben je er zeker van dat wind gewoon makkelijk door de jas heen kan komen. Dus dat je dus echt optimaal verkoeld blijft bij de warmere dagen. Nou, aan de onderkant van de jas zit er ook nog een ritssluiting. Deze kun je aanritsen op alle broeken van Revit. En het zorgt ervoor dat het een stuk veiliger is, omdat het dus één geheel wordt, de jas en de broek van bij elkaar. Als we dan weer naar de zijkant van de jas gaan kijken, zien we hier zo op de mouwen ook nog ventilatie zitten. En ook nog een stretchpaneel. Zorgt ervoor dat als je in een wat sportievere houding zit, dat je dan ook gewoon je armen comfortabel kan bewegen, mede door het stretchpaneel. Nou, hier aan de onderkant zit er een verstelband. Nou ja, mocht je dus die nodig hebben om wat strakker te trekken, dan kun je hem dus ook nog gewoon naar eigen wens afstellen. En dan gaan we weer naar de voorkant van de jas. En dan zien we hier zo dus die ventilatiegaten zitten. Ook zitten aan beide kanten twee zakken. Deze kun je dus gebruiken om spulletjes mee te nemen die je makkelijk en snel bij de hand wilt hebben. Houd er wel rekening mee dat deze zakken niet waterdicht zijn. Ook zit er aan beide kanten op de armen een verstelmogelijkheid. Dit kun je doen door de drukknoopjes te gebruiken. Kun je hem dus ook weer wat strakker zetten. Aan de onderkant van de mouwen zien we klittenband. Die kun je gebruiken om bijvoorbeeld je handschoenen eronder of eroverheen te dragen. En hem dan goed af te stellen dat hij goed om je handschoen heen sluit. Nou, bij het kraagje zien we dat deze afgesloten wordt met een drukknoopje. We zien ook een neopreenmateriaal aan de binnenkant van de kraag lopen. Zorgt ervoor dat het gewoon fijn zit. Het is een zacht materiaal, dus dat zorgt ervoor dat je geen irritatie krijgt bij de nek. Verder aan de binnenkant van de jas, dan zien we dat die uitgevoerd kan worden met een koelvest. En daarvoor zitten deze ritsjes ook hier zo. Dus bij echt de warmere dagen, dan kan je dus ook een koelvest erin vastritsen. En dan ben je dus zeker van dat je echt optimaal verkoeld wordt op de motor. Verder zien we ook aan de binnenkant van de jas nog een vak zitten. Deze kun je dus ook nog gebruiken om al je spulletjes mee te nemen. Dus je bent er zeker van dat alles wat je nodig hebt, dat je dat dus kunt meenemen op de motor. Nou, Oscar hier is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt van de Revit Arc Air een maat large. Nou, zoals jullie kunnen zien sluit hij gewoon goed aan. Je hoeft er bij deze jas geen rekening mee te houden dat je nog iets onder kan. Dus ja, koop hem gewoon op maat, dat hij heel veel goed aansluit. Alle protecties ook op zijn plek zitten, dus schouders en ellebogen, dat het gewoon goed eroverheen valt. En dan weet je zeker dat je jouw perfecte maat hebt. Nou, wil je nou op de hoogte blijven van alles wat we bij Motor Kleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Vond je deze video interessant? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil je weten wat jouw perfecte maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Marjolein van Motor Kleding Center. Bedankt voor het kijken.